12 studenten van de eenjarige journalistieke opleiding van de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname, SBJS, hebben succesvol de training afgerond. Gisteren hebben 8 van hen hun diploma in ontvangst mogen nemen in de multimediazaal van het AHKCO, de Academie voor Hogere Kunst en Cultuuronderwijs. De groep bestond in het begin uit 24 studenten. Echter hebben slechts 12 direct de eindstreep behaald. 2 moeten nog een onderdeel doen. De opleiding is een samenwerking tussen de stichting, AHKCO en de UNESCO en is gestart op 4 april 2016. Hoewel de opleiding sinds mei van het vorig jaar officieel was afgerond, konden de getuigschriften vanwege logistieke omstandigheden niet eerder uitgereikt worden. Jane Colliff, voorzitter van SBJS, zegt dat het traject, ondanks alle tegenslagen, bijzonder is afgesloten. Ze is ervan overtuigd dat de studenten via de opleiding voldoende praktijkervaring hebben opgedaan. Colliff zegt dat deze opleiding ook voor de stichting geen makkelijke klus was. De opleidingstart is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel kinderziektes geweest, maar gelooft u maar, als je kijkt naar de inhoud en wat jullie gehad hebben, kunnen jullie doorgaan als de beste van de die later zullen komen. Nu zullen er allerlei dingen veranderen, denk ik. Maar inhoudelijk zullen we ervoor zorgen dat de examencommissie toeziet op de kwaliteit. En wanneer we straks dat document aan u geven, dat u met trots kunt zeggen van dit is mijn werk geweest. Als stichting feliciteren we jullie van harte. Ga jullie ervoor. Verdiep je verder in journalistiek en laat zien dat je geleerd hebt. Uiteindelijk is het de samenleving die jouw werk gaat beoordelen. Niet ik meer, ik ook. Maar de samenleving gaat jullie toetsen op wat je brengt. En geloof me, als je dit doet naar eer en geweten vanuit dat stukje wat je gehad hebt, dan denk je dat het goed komt. Het is een bijzonder beroep, het is mooi. En ik geloof dat de samenleving wacht op mensen als jullie om te zorgen dat dit beroep op een hoger niveau gaat. Gonita Ormskerk, die namens de studenten het woord voerde, zegt dat de opleiding zeker heeft bijgedragen aan de vorming van de groep. Ze is daarom bijzonder dankbaar dat deze opleiding gestart is. Docenten die met ons naar binnen wouden en naar buiten wouden, want we hebben ze het niet altijd makkelijk gemaakt. Maar we zijn ze ook heel erg dankbaar dat zij dit alles met ons hebben willen delen, dat zij ons dit hebben willen leren. Het is aan het eind gekomen hiervan. Ik hoop niet dat die band aan het eind is gekomen. We zijn blij met wat we hebben behaald en we hebben ook ervoor gevochten. Maar we zijn blij met wat we hebben behaald. We mogen trots zijn op onszelf. Ja. Ja? En nogmaals, namens ons heel hartelijk bedankt. Juanita Ormskerk, een van de afgestudeerden die gisteren het diploma van de eenjarige journalistieke opleiding in ontvangst heeft genomen. De nieuwe groep wordt binnenkort toegelaten.